academiejaar voorspellen in 3 woorden. Het gaat dramatisch. Feesten, beetje studeren en malen. Ja? Ja, gewoon losmalen. 3 woorden. Knijterlijp. Dat zijn er 2. Dat zijn er 3. Knijten, kut. Ik ga weg. Zat, hopen en een studentenvereniging. Wat was het tweede? Ik heb het niet gehoord. Blijven hopen, blijven hopen. Maar dan heb je 4 woorden. Seks, drugs en feesten. En gaat je dan vanavond ook alle 3 die dingen doen? Mama is aan het kijken, snap je? Mama is aan het kijken. Mama is aan het kijken. Oh, die is echt weg. 3, 2, 1. Yeah! Wij zijn studentenradio. Ja? Denk jij dit ook? Wij zijn de toekomst van de radio-industrie. Volgens mij is dit een condensatormicrofoon, heb ik gelijk of niet? Wij hebben eigenlijk morgen de les stemtechnieken. Dus wij zouden eigenlijk moeten zwijgen. Maar dat is een klein beetje aan het mislukken. Het is de eerste les stemtechnieken, dus het kan alle kanten uitgaan. Het kan alle kanten. Sorry? Ik was wel aan het figureren eigenlijk. Ja. Dag maar! Ga iedereen daar nu eens mee stoppen. Het is niet TAGMAG, het is TAGMAG. Engelse klanken, jongens. Niet TAGMAG. Wat is uw beste excuus om te laten komen in de les? Gewoon NMBS in de lijn beschuldigen. Ja, gewoon eerlijk zijn. Zeggen, ik heb te veel gezopen, ik kan niet meer. En dan de volgende dag doe je exact hetzelfde opnieuw. Mijn trainer heen niet. Alles op NMBS steken. La, 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 la. Die gaan niet door. Haar eerste jaar zijn. Wat is het beste excuus om te laten komen in de les? Ik heb dieren thuis en ik zeg dat mijn geit is ontsnapt op mijn paard. En wat kunnen ze zeggen? Nee? Go, is a go, is a go, is a go. Ja, je kunt dat niet negeren. Go, is a go, is a go, is a go. Go, is a go, is a go, is a go. Dat is fucking goed.